Goedemiddag allemaal, welkom bij alweer de vijfde en laatste van de winterlezingen in de serie Wonen in de MRA. We zijn in de zoektocht naar wat precies die woningbouwopgave betekent. 200.000 woningen in de komende 20 jaar. Al op veel plekken geweest in de metropoolregio Amsterdam. We waren in Zaanstad met een woningbouwopgave van 20.000 woningen, waar thema's vooral verdringing en betaalbaarheid waren. En waar in het kader van de ambities van de metropoolregio om samen te werken, een evenwichtige verdeling van belangen en kansen te zoeken, het plan van de gemeente Amsterdam om windmolens aan de rand van de gemeente te plaatsen niet zo goed viel in Zaanstad. We waren in Haarlem, waar ook 20.000 woningen bijgebouwd zullen worden. En hebben daar vooral gekeken naar wat dan de opgave is als het gaat over de transformatie van naoorlogse woonwijken. Verdichtingsaspecten daarvan. Daar hadden we heel veel nauw betrokken buurtbewoners ook in de link zitten. Toen gingen we naar de Haarlemmermeer, waar ook 20.000 woningen gepland staan voor een overwegend nieuwe woon- of bewonersmarkt. In een iets hogere prijsklasse ook, waarbij onder andere het fenomeen identiteit aan de orde kwam. Vorige week waren we in Almere. 60.000 woningen op de teller. En daar hebben we gekeken of we aan die opgave ook de klimaatdoelstellingen van de metropoolregio kunnen koppelen en kunnen testen. Dat hebben we gedaan aan de hand van de Floriade. En dat leverde een heel interessant gesprek op, waarbij, hoewel we dachten dat misschien het integraal ontwerp de belangrijkste kracht was, gaandeweg het gesprek bleek dat dat misschien toch ook meer richting een effectief proces gaat en dat dat een heel belangrijke factor is. En vandaag zijn we in Purmerend. Purmerend heeft een opgave van 10.000 woningen en die gaan we bespreken aan de hand van de mobiliteitsopgave. Niet alleen richting van en naar Purmerend, maar ook in relatie tot de rest van de metropoolregio. Daar spelen ook een aantal dingen. Het gaat ook over centrumvoorziening, het gaat over koppeling met OV. Het gaat ook over ecologie, over duurzaamheid. Dus daar gaan we zo meteen onder andere met Ton Venhoeven uitgebreider over praten. Maar omdat we zitten inmiddels met 100 mensen in deze Zoomlink, het toch ook wel leuk is van elkaar om een beetje te weten wie er meeluistert vandaag, doen we eerst even een kleine poll. En die gaat Isanne van Arkam nu aan jullie voorleggen. De eerste vraag is heel simpel. Was je er de vorige keer bij? De tweede vraag is ook heel eenvoudig. Woon je in Purmerend? Dat verschilt nogal per gemeente, hebben we gemerkt. De derde vraag, werk je in het architectuurveld? Dan hebben we een hele serie mogelijkheden. Dat kan zijn ontwerper, ontwikkelaar, belegger, corporatie, ambtenaar, bestuurder of in de bouw. Of bent u gewoon architectuur geïnteresseerd? En de laatste vraag is een gewetensvraag en die moeten we altijd een beetje toelichten. We hebben steeds geprobeerd om te kijken van wat is nou de kern van die woningbouwopgave in de metropoolregio. En daarom hebben we de eerste bijeenkomst gevraagd van wat, als je nou met het mes op de keel moet kiezen, is het allerbelangrijkst? Is dat productiesnelheid? Is dat prijs? Is dat duurzaamheid? Of is dat kwaliteit? Nou, toen waren we allemaal nog niet zo braaf, niet zo moedig. En toen hebben we een meerderheid gestemd voor kwaliteit. De volgende vraag bij de volgende bijeenkomst was dan, oké, waar zit die kwaliteit dan in? Zit dat in vierkante meter? Zit dat in architectonische kwaliteit? Of in sociale cohesie? Nou, toen ging de meerderheid naar sociale cohesie. En toen hebben we gevraagd in de derde bijeenkomst, die sociale cohesie, komt die vooral tot stand als het een veilige wijk is? Komt die vooral tot stand in de evenwichtige mix tussen huur en koop? Of heeft dat te maken met het voorzieningenniveau? En toen koos een kleine meerderheid voor een goede mix van voorzieningen. En toen kwamen we bij het klimaat, waarbij we uiteindelijk op uitkwamen dat dat niet ging over een goed proces, niet ging over voldoende geld, maar vooral ging over een scherpe ontwerp en de ontwerpkwaliteit. En deze week willen we graag weten, in die woningbouwopgave van Purmerend met 10.000 woningen, of dat vooral een regionale woningbouwopgave bedient of vooral een lokale woningbouwbehoefte. En dan heb je altijd heel even tijd om antwoorden te overdenken en af te ronden. En Isanne geeft dan aan wanneer. Ja, we gaan antwoorden over 2 seconden zet ik hem uit.
Even kijken, jullie kunnen nu de resultaten zien. Nou, we hebben toch nu mooi 50-50 was er vorige keer bij en de helft is nieuw. De Purmerenters zijn ook aardig goed vertegenwoordigd percentueel ten opzichte van de vorige keren. 19%. Het architectuurveld is bijna 50% sterk. En architectuur geïnteresseerd ook. En wat interessant is, de afgelopen twee keer waren het vooral ontwerpers. En dat had er ook mee te maken dat dat meer ontwerpersvraagstukken waren. En nu zijn we duidelijk weer terug ook bij lokale belangen en lokale belangen in relatie tot de MRA. Want we hebben veel mensen uit Purmerend en ook veel architectuur geïnteresseerden. Dat vind ik interessant. En minder ontwerpers dus. Zeker. En de vraag of het regionaal of lokaal is, dat spant er best om. 60-40. Heel goed. Nou, dankjewel Isanne. Dit geeft ons allemaal een beetje een beeld van met wie we hier in deze Zoom zitten. Het aantal groeit nog steeds. Welkom, schuift aan en luister. Wij gaan tot ongeveer 16:45 praten over de woningbouwopgave in Purmerend in relatie tot de mobiliteitsopgave in de hele MRA en de metropoolregio en de woningbouwopgave. We gaan eerst luisteren naar Ton Venhoeven en daarna hebben we een panel met Brigitte de Maar, lid van de Raad van Bestuur van Rochdale, met Joktan Cohen, directeur ruimtelijk domein van de gemeente Purmerend, en met Erik-Jan Pleister, oprichter van Lola, landschapsarchitect en verantwoordelijk voor het masterplan. Maar eerst, Ton Venhoeven, mag ik jou het woord geven? Ton Venhoeven is oprichter van Venhoeven CS, is voormalig Rijksadviseur voor Infrastructuur, is ook adviseur voor mobiliteitsvraagstukken op andere plekken in de MRA, onder Alkmaar en ook Zaanstad, als ik me niet vergis. En ook adviseur Smart Microcities en Multimodale Netwerken. Dus de ideale en aangewezen persoon om een licht te werpen op de mobiliteitsopgave in de metropoolregio Amsterdam. Ton. Welkom. Dankjewel. Ik ga even sharen. Zien jullie mij? Ja, ik zien bedoel, jou zien jullie en je scherm. Staat? Oh, nou, hartstikke goed. Oké, nou, ik heb een mooie entree sheet gepakt, alsof het sneeuwt. Hartstikke leuk natuurlijk om weer eens een keer sneeuw te zien en mensen op het ijs. En het is echt ongelooflijk dat als je dan de foto's ziet, want ik schaats zelf niet, maar hoezeer dat lijkt op de schilderijen uit de 17e eeuw. Dus in ieder geval hartstikke leuk voor iedereen die van schaats houdt. Ik ga praten over Purmerend, waar ik gewerkt heb aan een ontwikkelvisie. En dat is vrij beknopt en daarom heb ik er Alkmaar bij gedaan. En Alkmaar geeft ook een interessante blik op de hele MRA. Er is van alles aan de hand, ook een grote woningbouwopgave, ook een bereikbaarheidsissue. En dat plan hebben we veel verder uitgewerkt. Dus het is allebei work in progress. Ik ben bij allebei nog betrokken. Laten we van akkiet gaan. Een aantal jaren geleden alweer, dit is een beetje een doorsnede van wat we doen. Ik heb echt de ambitie om niet te specialiseren als architect, stedenbouwer of infrastructuurspecialist. Dus we doen echt alles, zoveel mogelijk in de breedte. Ik heb de Jan Scheverbrug gemaakt, platform in Utrecht kennen mensen misschien, Sportplaza. En we hebben ook een aantal boeken geschreven over mobiliteitsvraagstukken, de mobiele stad in 2012. Wat echt gaat over mobiliteitsnetwerken die nu zo centraal staan. Dit is een kaart die we in dat boek hadden opgenomen. En wat je hier ziet is echt heel interessant. Naarmate je meer naar de periferie gaat. Ik ga even deze kaart uitleggen. Je ziet gele lijnen en oranje gebieden. Oranje lijnen en gele gebieden. Dat zijn allemaal openbaar vervoerscorridors. Dus spoorlijnen. En die gele vlekken die daar omheen zitten, om de rode puntjes ook, dat zijn de invloedsgebieden van die stations. Dus dat is de loopafstand, de fietsafstand tot aan die stations. En dan zie je dat Nederland echt verdeeld kan worden in twee soorten mobiliteitscultuur. Eén is de OV-cultuur en de andere is de autocultuur. En die twee
die snappen elkaar vaak niet. En naarmate je verder in de periferie gaat, zitten mensen je glazig aan te kijken als je het hebt over ontwikkeling van een stationsgebied of over de betekenis van het openbaar vervoer. Maar het is ook heel duidelijk dat als je kijkt naar de MRA, dat de opgave voor wonen, dat die alleen maar kan opgelost worden door heel goed te kijken naar openbaar vervoerstructuren en langzaam verkeer. Omdat anders heel veel van het oppervlak van de MRA verloren gaat aan asfalt. En dat kan ook niet qua watermanagement, dat kan niet qua verhitting, dat kan niet voor het klimaat. Dus dit is een enorm belangrijke opgave om die twee culturen aan elkaar te koppelen. Ik heb ervan geleerd dat we keihard moeten vechten voor autoluwe steden. Een prioriteit voor de voetganger, goede fietsvoorzieningen. Dat is op zich nooit erg moeilijk om te bevechten in Nederland. Maar de voetganger die bungelt er een beetje hopeloos bij. En ik stel voor om die relatie om te draaien. Dus echt eerst de voetganger. Dan natuurlijk ook goed openbaar vervoer om die voetganger het leven prettig te maken. Goede knooppunten waar je ook met de auto kan komen. Dus echt multimodaal. Dat betekent dat je alle verschillende vervoersmodaliteiten goed bij elkaar kunnen komen. En dan mobiliteitshubs, dat wil zeggen parkeren op afstand. Dus niet auto voor de deur, maar een paar honderd meter lopen naar een plek waar een mobiliteitshub eigenlijk alles biedt. Van deelfietsen, deelauto's, eventueel eigen auto's, stepjes, verzin maar, bureaus, het kan er allemaal in. Een paar projecten om te laten zien voor de mensen die mij niet kennen, waar ik het over heb. Dit platform in Utrecht, pal naast Utrecht Centraal Station, gebouwd bovenop een station van de Uithoflijn. En er zitten woningen in, commerciële voorzieningen, heel veel prettige buitenruimte. Die geldt als, qua regelgeving als compensatie voor de geluidbelaste omgeving. Sociale samenhang, super belangrijk. Maar ook woekeren met ruimte. We hebben hier 150 vierkante meter. Om binnen te komen in het gebouw, de liften te situeren, de roltrap. En de rest, dat zweeft allemaal boven het station. Dit is een project wat volgens mij nou binnen een paar weken in aanbouw gaat. Amst, bij het Amstelstation. Het zijn heel veel woningen, maar in allerlei verschillende categorieën. Dus 40-40-20 regel van Amsterdam gaat hier ook op. Maar het is ook een waterneutraal gebouw. Dus al het water wat erop valt, dat wordt opgevangen. In de plint natuurlijk allerlei voorzieningen voor de omgeving. Entreegebied Leiden Bioscience Park. Dit is ook een super mixed gebied. Helemaal autovrij, met veel gedeelde voorzieningen, community georiënteerd. Niet alleen voor studenten en docenten, maar ook voor gewone burgers van Leiden. Om de grens tussen de campus en de stad te verzachten. Of eigenlijk om die twee met elkaar te integreren, zodat er een innovatiedistrict ontstaat. En de laatste van de introductie is een plan wat we ontwikkelen op dit moment voor Alkmaar Noord. Dat is echt een klein perifere stationnetje. Ook daar geldt het knooppuntenbeleid van de gemeente, van de provincie Noord-Holland. We hebben daar eerder een nieuw stationnetje gemaakt voor, om te zorgen dat het rolstoel toegankelijk wordt. Maar we hebben nu ook een heel stedenbouwkundig plan wat gaat om verdichten van de locatie en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hier spelen alle thema's die wij inmiddels geïdentificeerd hebben. We hebben het niet meer over groene en blauwe netwerken en verkeersstructuren en wonen en werken en voorzieningen en economie. Maar we hebben het over brede welvaart, over robuuste natuurlijke ecosystemen, over vitale mixed-use wijken en over een raamwerk voor duurzame mobiliteit. En dat gaat dus ook over de voetganger. Voetganger staat centraal. Ik was er nog één vergeten. We zijn druk bezig met het uitwerken van de plannen voor het Olympisch Zwemstadion in Parijs 2024.
Dat hebben we onder andere ook gewonnen omdat we dit project is ook een impuls in de wijk Saint-Denis. Dat is de slechtste wijk van Frankrijk. En we hebben een minimale footprint gecombineerd met een supercompact gebouw en een autovrije openbare ruimte. En daardoor kunnen we heel veel bomen ook in de volle grond planten. Dus dit is ook echt een project wat bijna symbool kan staan voor de Parijse klimaatakkoorden. Het is ook echt een icoon. De stad en de regio Parijs, die willen dit gebouw echt gebruiken als icoon voor alles waar ze voor staan. MRA Toekomstbeeld Spoor. Ik weet niet of mensen het programma Hoogfrequent Spoor kennen, maar even voor de zekerheid. Er loopt een programma dat in grote delen van Nederland de frequentie van de treinen enorm omhoog gaat, zodat je spoorboekloos kan rijden. En in ieder geval de Zaancorridor, die zit op dat programma Hoogfrequent Spoor. En nog meer, dus ook de groene lijn naar Utrecht, de gooilijn niet, de lijn naar Almere weer wel, die naar Den Haag ook en naar Haarlem ook. Dus het spoor, dat wordt eigenlijk een soort, los van de intercities, wordt het eigenlijk een soort light rail verbindingen in de regio. Dus denk even aan Parijs, RER-systemen en metro. En die RER, dat is dan echt om de regio te betrekken bij de stad. Ook daar wordt nu heel erg geïnvesteerd in de newtowns die om Parijs heen liggen, om de scheiding tussen de periferie en de binnenstad, de rijke binnenstad en de arme periferie, om dat op te heffen. Hier hebben we dat soort tegenstellingen minder groot, maar het is wel een belangrijke opgave de komende jaren om te zorgen dat die MRA één grote polycentrische regio wordt, met een enorme agglomeratiekracht. Wat is agglomeratiekracht? Dat wil zeggen dat je één samenhangende arbeidsmarkt combineert met één samenhangende woningmarkt en één samenhangende consumentenmarkt. En je zou kunnen zeggen ook samenhangt met één innovatiecampus, één innovatiedistrict. Dus de verbindingen tussen die stations, die zijn super belangrijk. En daarom heeft de provincie Noord-Holland ook een beleid om het bouwen rond knooppunten te stimuleren. Dat betekent dat van de enorme woningbouwopgave die er ligt, de bulk rondom die knooppunten gerealiseerd moet worden. Om te voorkomen dat de regio helemaal dicht slipt met auto's. Purmerend. Dit is hoe Purmerend vanuit de lucht eruit ziet. En het is eigenlijk op een afstand een prachtige stad. Want op de achtergrond zie je de Beemster en hiervoor zie je Waterland. En dat is natuurlijk een enorme, fantastische ligging. Alleen de stad is een beetje versleten. Het is vooral een groeikern van de wederopbouw eigenlijk. En met name ook later. Maar nu gaan er dingen veranderen. Als je iets meer inzoomt, dan zie je wat voor soort wijken het zijn. Maar als je op de grond gaat staan, dan zie je het nog iets beter. Dus er zijn prachtige singles, die zijn nog uit de 19e eeuw. Maar er is ongelooflijk schrale openbare ruimte. Dus dit is het hart van het mobiliteitssysteem, het centraal station. Ik had nog 1000 foto's kunnen laten zien, maar het is vrij treurig. En dit is een straatje daar net om de hoek. Dus dit is de uitgangssituatie. Iedereen heeft een eigen auto, dus dat is lekker. Geen boom te bekennen. Dus wij hebben daar eigenlijk onze opgave was vooral om het geesten rijp te maken voor een hele andere benadering van de stad. En daarin hebben we ook heel nauw samengewerkt met de stad, met Joktan onder andere, met de wethouders. Om te kijken van, wat kunnen we nou doen? Als die grote woningbouwopgave er aankomt, kunnen we die dan niet gebruiken om tot een veel spannender stad te komen? Nou, dit zijn plaatjes van de workshops die we gebruikt hebben. Je ziet hier links, zie je eigenlijk dat er een heel succesvolle busbaan is naar Amsterdam vanuit Buikslotermeer naar het tramplein in Purmerend. Alleen die busbaan die sluit niet aan op het Centraal Station. Dus je hebt eigenlijk een concurrentie
tussen twee openbaar vervoerssystemen. En dat is eigenlijk, als je een goede knooppunt wil ontwikkelen, en zeker als je de verschillende modaliteiten goed bij elkaar wil brengen, is dat eigenlijk een doodzonde. Dus dat is een ding wat gerepareerd moet worden om te zorgen dat je ook echt een goede bereikbaarheid kan organiseren. Want als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je niet alleen een station wat bereikbaar is en een binnenstad die bereikbaar is met de bus, maar ook met de trein. Dat trekt ondernemingen, dat trekt voorzieningen. Daardoor wordt het ook voor fietsroutes interessant. Daardoor krijg je betere verbinding met de regio, daardoor minder auto's en daardoor kun je je openbare ruimte opknappen. Nou, dat is ongeveer waar het op gaat. De gemeente heeft eraan gekoppeld het idee. Als je rechtsboven kijkt, dan zie je een donkerbruin hartje. Dat is waar het huidige oude centrum ligt. En het idee is om dat trieste gebied rond het station te transformeren naar onderdeel van het centrum. Dus eigenlijk het centrum te vergroten, omdat Purmerend inmiddels van boven de 100.000 inwoners gaat komen. Dus er is gewoon alle aanleiding voor om enorm in te zetten op een veel beter stationsgebied en centrum van de stad. Nou, we hebben een aantal principes geformuleerd. Maar daar kom ik zo meteen op. Eerst een paar impressies van wat we willen bereiken in het stationsgebied. Een fantastisch OV-knooppunt, dus heeft desnoods met overbouwing van het spoor, hoge dichtheid rondom het station, bussen ook bij het station en heel veel mooie openbare ruimte waar bewoners prettig gebruik van kunnen maken. De Waterlandlaan, dat is eigenlijk een as die, als ik terug ga, dan kun je hem zien, die loopt parallel aan die lichtbruine zone. Hij is in het plaatje rechtsonder ook goed te zien, het groene lijntje. Dat is een lange laan die door het centrum gaat. En die willen we eigenlijk transformeren naar een langzaam verkeerboulevard. Waar misschien auto's nog wel komen, maar in ieder geval het langzaam verkeer prioriteit heeft. Dat wordt dan deze route die dan uiteindelijk ook bij het station uitkomt. Het is echt een groene loper. Dat moet dan ook de plek worden waar alle voorzieningen, de winkels, bedrijvigheid geconcentreerd wordt. Zodat het echt een superlevendig gebied wordt. Op dit moment is er wel een winkelcentrum, maar dat zit in een van de blokken opgesloten. De buitenkant, de achterkant ligt eigenlijk aan de Waterlandlaan. Er ligt nog een groot parkeerterrein, iedereen komt met de auto. Dus dat zijn allemaal zaken om aan te pakken. Dan, er is een ontluikende IT-sector in Purmerend. Dus het is heel belangrijk om niet alleen te denken aan wonen, maar ook aan het versterken van de economie. Zodat het een complete stad wordt. Niet alleen een stad om te wonen, waarbij iedereen werkt in Amsterdam, maar waarbij je op korte afstand van je woning alles kan doen. Dat is helemaal synchroon met wat inmiddels Parijs ook omarmd heeft, de 15 minuten stad. Dat je binnen 15 minuten lopen eigenlijk alles kan bereiken wat voor je leven noodzakelijk is. Dit is een impressie van dat innovatieve werkcluster, hoogwaardig werkgebied. En natuurlijk een mooi woongebied. Nou, iedereen zal wel herkennen dat waar deze plaatjes vandaan komen. En dan is dit eigenlijk een vogelvlucht van hoe dat beeld er dan straks vanuit de lucht uit zou kunnen zien. Hetzelfde beeld, die Waterlandlaan, die ook sterk vergroend gaat worden. En dan is heel veel extra bouwvolume rondom het station, een nieuw station. Verplaatsing van het station, die ligt nu eigenlijk een beetje achteraf. Die willen we verplaatsen totdat die kruist met de Waterlandlaan. En daarmee dus voldoende ruimte bieden om die 10.000 extra woningen te realiseren. Dit is als je deze ontwikkeling inzet, dan hoeft het ook niet op te houden bij die 10.000 woningen. Een stationsontwikkeling zoals deze, in de praktijk gaat die gewoon de komende 20, 30 jaar door. En wordt het gebied eigenlijk steeds aantrekkelijker naarmate er meer mensen zijn die gebruik maken van het gebied.
Op de achtergrond zie je hier nog de binnenstad en de Beemster. Dan de principes die we voor hebben gesteld in de visie. Purmerend wordt een compacte en complete stad in het groen met veel ruimte voor alle inwoners. Dus compleet, dat wil zeggen dus ook met banen, met voorzieningen, niet afhankelijk van Amsterdam of van de rest van de MRA. Verbindingen zijn mooi, maar het moet niet moeten. Je moet niet gedwongen worden elke dag te forensen. Nou, je hebt natuurlijk een prachtige Beemster, waterland, schitterend. Niemand heeft er behoefte aan om nieuwe buitenwijken te realiseren. Daar hebben we er al genoeg van. Dus dit is echt een poging om, om die binnenstad nieuw leven in te blazen. De stationsgebied, de Waterlandlaan en de binnenstad worden samen het bruisende hart van de stad. Dat is makkelijk gezegd, maar als je een knoop maakt bij het station, dan heb je ook bussen. Je hebt misschien de doorgetrokken Noord-Zuidlijn. Je hebt fietsen die gestald moeten worden. Dus de integratie van die knoop in een gebied die tegelijk garandeert dat het dan ook een levendig en bruisend gebied wordt, dat is nog een hele uitdaging. Maar er zijn hele goede voorbeelden van hoe dat kan. Dan een goed bereikbaar stationsgebied vormt de basis voor een duurzaam mobiliteitssysteem. Dus dat is de hoofdgedachte. Intensivering, bebouwing op loopafstand van het station draagt bij aan een levendig centrum. Nou, dat betekent dat er heel veel mensen zijn, dus ook heel veel gebruik van voorzieningen. Oeps. Het mengen van functies schept ruimte voor economische ontwikkeling en verbetering van het leefklimaat. Dus er zijn nog niet echt uitspraken gedaan over hoe die mix precies eruit moet zien. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je alleen maar kantoren hebt, dat het in de avonduren uitgestorven is. Als je alleen maar woningen hebt, dan is het een dode boel overdag. Dus het gaat om de juiste menging en de combinatie met voorzieningen. En dan worden dit soort plekken ook heel aantrekkelijk voor werkgevers om werkmogelijkheden te creëren in de buurt van het station. Ontwikkeling van het stationsgebied Waterlandlaan maakt Purmerend klaar voor de toekomst. De Waterlandlaan is voor iedereen met commerciële, culturele en andere stedelijke functies. De Waterlandlaan wordt een stadsboulevard met veel openbare ruimte voor aangenaam verblijf. De langzaam verkeersnetwerken en openbare ruimte worden sterk verbeterd en groener. En vol inzet op duurzaamheid. De kans om de stad volledig toekomstbestendig te maken. Dus stadslandbouw, energiesystemen, verzin het maar. En dan hebben we nog een onderzoek gedaan naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. En wat we dus niet meer willen, is dat die bussen doorrijden naar het tramplein, maar eigenlijk de bussen doorrijden naar het station en dan doorrijden zelfs naar een mogelijk nieuw station, Purmerend Noord, waar ook Edam en Volendam van gebruik zouden kunnen maken. We hebben hier ingetekend de ontwikkeling van het centrum met de Waterlandlaan en het nieuwe station. En als je inzoomt, dan zijn er overal langs deze corridor zijn kansen om, om gebruik te maken van die optimale verbinding. En je kan ook als je de Noord-Zuidlijn doortrekt, dan kun je hier ook 5 stopplaatsen maken voor de metro, waardoor heel Purmerend daarvan profiteert. Zolang daar het geld nog niet voor is, kun je met HOV-bussen over dat traject rijden. En dan heb je ook die stopplaatsen, kan de stad er al een beetje aan wennen. Dat ging niet goed. Dan Alkmaar, ik ga echt even heel snel er doorheen, want anders dan kom ik in tijdnood. Alkmaar ligt nog verder weg van de MRA, maar er spelen eigenlijk exact dezelfde thema's. En wat je ziet is dat Alkmaar een centrale stad is in de regio. Dus echt op het grensvlak van Noord-Holland-Noord en de metropoolregio Amsterdam. Daarom heeft Alkmaar ook een verplichting om een goede draaischijf voor de regio te maken. Dus alle mensen die naar Amsterdam moeten, die moeten kunnen opstappen
bij Alkmaar Centraal. Er worden in Alkmaar 15.000 extra woningen toegevoegd in de kanaalzone. Die kanaalzone die loopt helemaal langs het kanaal. En hier zit het stationsgebied waar ik nu even wat plaatjes van laat zien. De Overstad is onderdeel van de kanaalzone. En hier ligt het gebied Alkmaar Noord, waar ik net ook een plaatje van heb laten zien. Het grondeigendom is nogal versnipperd. Dus er zitten oude kantoorgebouwen die niet meer heel functioneel zijn. Er is veel grond van NS met een parkeerterrein voor PNR. Een busstation, wat ook een parkeerterrein is. En verder is eigenlijk alles leeg, wat overbodige opstelsporen. Maar hier komt wel PAS, dus dat programma Hoogfrequent Spoor, waardoor je spoorboekjeloos kan rijden. Dit is een analyse van het hele station. Voert te ver om dat nu uit te leggen. Maar wat we gaan doen is is de station in twee kanten opdelen. Dat is een deel wat aan de stad gekoppeld is, waardoor die looproutes vanaf het station naar de stad en naar Overstad hier rechts, maar ook de fietsroutes naar de kanaalzone en de busbanen, allemaal goed gefaciliteerd worden. Aan de noordzijde gaan we de Overstad maken met een nieuw busstation, geïntegreerd in bebouwing, twee mobiliteitshubs, om te zorgen dat iedereen goed kan kiezen voor allerlei verschillende vormen van mobiliteit. En een nieuwe tunnel onder het spoor door, omdat daar is nu een overgang, spoorwegovergang, die de helft van de tijd dicht staat. En zeker als straks meer treinen gaan rijden, is dat niet vol te houden. Het station heeft twee gezichten, heb ik al gezegd. Dus we hebben een stadskant en een kant waar de bus en de taxi en de mobiliteitshub en het fietsparkeren allemaal geïntegreerd zijn. Met daarboven wonen, werken. Die sla ik over. Dit is de tunnel. Ik wil gewoon eigenlijk wat plaatjes laten zien. Dit is de mobiliteitshub. Dus dat is een plek, eigenlijk een parkeergarage plat gezegd, waar je allerlei vormen van mobiliteit in kan onderbrengen. En die kan ook mee ademen met de tijd. Je kan hem laten groeien. Extra verdiepingen erop. Een paar verdiepingen eraf. Dit is het raamwerk voor duurzame mobiliteit, waar we inmiddels op uitgekomen zijn. Twee mobiliteitshubs. Een nieuw busstation. En dan hier een langzaam verkeersroute, waar nu nog een busstation is. Een langzaam verkeersroute naar Overstad. En heel veel extra ruimte om te wonen, werken en voorzieningen te maken. Een heel robuust natuurlijk ecosysteem willen we ontwikkelen. Brede welvaart als principe, dus er komt ook een behoorlijke hoeveelheid werkgelegenheid hier. Dus we praten over 40-60% wonen, 20-30% economie en de rest voorzieningen. Nou, dit is het beeld. Dus denk even aan grofweg 2000 woningen hier. In aanvulling op de 15.000 woningen langs de kanaalzone. En deze ontwikkeling is ook cruciaal om überhaupt die 15.000 woningen van de kanaalzone te kunnen realiseren. Omdat anders het hele vervoerssysteem volledig vastloopt. Laatste plaatjes. Dus dit is allemaal work in progress. We hebben vanochtend nog een workshop gehad met de eigenaren van dit gebied op de voorgrond. Dus allemaal testrenders om te kunnen discussiëren over de bebouwingsdichtheid, de programma's, het milieu, het geïntegreerde busstation en de aansluiting op de wijken eromheen. Dus dat was mijn verhaal. Dankjewel, Tom. Voor een soort van overzicht, een vogelvlucht van hoe het in Purmerend eruit zou kunnen gaan zien aan de hand van wat er in Alkmaar gebeurt en iets verder stadium inmiddels. Hè. Er zijn een paar dingen die ik je nog zou willen vragen voordat we Emiel Reiding vragen om
te reageren. Emiel is al wel gearriveerd, zie ik. Perfect, heel goed. Aan iedereen die meekijkt en meeluistert, de Q&A-box is er voor vragen. Normaal gesproken zijn hier heel veel vragen te vinden van iedereen die of iets heel specifieks wil weten over het plan zelf, of een meer algemene vraag heeft over bijvoorbeeld Purmerend, of een specifieke vraag aan een van de sprekers in wat voor een verband dan ook. Stel ze in de Q&A-box. We kijken daarna en we nemen ze mee in het gesprek. Ton, ik had even twee vragen aan jou om Purmerend nog wat meer te duiden. Jij zegt hoge dichtheid, maar wat noem jij hoge dichtheid in termen van FSI bijvoorbeeld? We hadden het 2 weken geleden over Hyde Park in Haarlemmermeer. Ook rond het station, hè, met een FSI van 4, dus dat is al redelijk compact, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Hoe zit dat in Purmerend? Is daar al iets over te zeggen? Nou, ik weet, we hebben dat niet precies uitgerekend in Purmerend. Maar het is een behoorlijk hogere dichtheid dan wat het nu is. Als je het hebt in het algemeen over de ontwikkeling van stationsgebieden, dan kun je zeggen dat in de meest extreme gevallen schiet dat wel door naar 7 of zelfs 9. In Nederland ben je al heel wat met 2,5. In Alkmaar hebben we 4, 3,5, 2,5 en 2. Dus dat zijn afhankelijk van de deelgebieden. Dus, ja. En dat heeft ook te maken met dat Overstad een dichtheid heeft van 4,5. Dus de politiek is wat schuchter om hier dan ook nog eens een keer uit te pakken. Maar het is altijd een discussie die het is heel belangrijk om die dichtheid op te hogen. En Purmerend had al een hoogbouwvisie, maar die was nog niet heel erg geland. Dus wat wij vooral gedaan hebben is zorgen dat politiek draagvlak kwam eigenlijk voor die hoogbouwvisie en de verdere uitwerking waar Marco nu mee bezig is. Ja, en je zei het net al, maar dat lijken de beelden ook te illustreren. Dat wat je liet zien van Alkmaar, met die 2000 woningen rond het station, dat is al een behoorlijke hoogbouw en een behoorlijke dichtheid. Hè. Is dat dan vergelijkbaar met hoe het in Purmerend wordt? Of gaat daar inderdaad dan nog een factor 50 bovenop? Nou, dat moet je eigenlijk Marco vragen. Maar ik kan me gewoon als buitenstaander, ben ik nu, kan ik me voorstellen dat een 3 in de directe omgeving van het station best wel haalbaar is. En 4 misschien ook nog wel. Maar het hangt er heel erg vanaf hoe je dat precies doet. En naarmate je verder van het station weggaat, dus de eerste cirkel van 300 meter, dat is echt super. Dat is eigenlijk, dan kom je aan op het station en dan ben je er. En dat, daar is ook de economisch draagvlak voor een hele hoge dichtheid is het grootst, omdat dat natuurlijk de meeste opbrengsten oplevert. En tegelijkertijd ook de meeste voorzieningen. Maar als je een 10 minuten moet lopen, dat is 1000 meter, nou dan is dat toch een stuk minder. Dus dan ligt die hoge dichtheid ook minder voor de hand. En kun jij als laatste vraag nog iets zeggen over het mixed use? Wat voor een soort van menging van voorzieningen denk je aan? En hoeverre grijpt dat aan op wat er al is? Of is het allemaal nieuw? Nee, er zit al heel veel. Dus het gaat er vooral om de bedrijven die er zitten nieuwe kansen te bieden. Maar ook het palet aan te vullen. En sommige bedrijven opnieuw eigenlijk te heroriënteren. Dus waar ze nu naar binnen gericht zijn op een winkelcentrum wat niet zo goed draait. Om ze dan juist om te draaien zodat ze aan de Waterlandlaan komen te liggen. En dan meer bijdragen aan de kwaliteit van de Waterlandlaan. En dat als je het aan mij vraagt van hoe ziet het programma eruit? Ik vind eigenlijk het mooiste voorbeeld, vind ik, als je een tekeningetje zoekt van de 15 minuten stad van Parijs, van Anne Hidalgo, dan zie je dat eigenlijk alles daarin moet zitten. Dus dan ga je echt vanuit de voetganger denken. En dan zitten er dus wat winkels, er zit kapper, er zit werkgelegenheid, er zit een zwembad of sportvoorzieningen, een klein pocketparkje, eigenlijk alles. Alles wat je nodig hebt. Want wij zijn verslaafd aan mobiliteit, maar we zijn ook het slachtoffer van mobiliteit. Dus als we voor elkaar kunnen krijgen dat we peak mobility meemaken, dan zou dat wel heel mooi zijn. Maar daarvoor moeten we die steden anders inrichten.
En wat bedoel je met peak mobility? Kun je dat toelichten? Nou, er is jarenlang is er een, als je naar de verkeersmodellen kijkt, dan is er trendmatig altijd sprake van een stijging van de hoeveelheid verkeer. En dat heeft ook met globalisering te maken. Concentratie van werkgelegenheid op bepaalde plekken, waardoor je eigenlijk het mobiliteitssysteem zwaar overbelast tijdens de spits, de ochtendspits en de avondspits. Ja, en op het moment dat je bijvoorbeeld, wat je nu in de coronacrisis ziet, dat mensen gaan thuiswerken, ja, in één keer zijn de files opgelost. En dat is ook denkbaar als je bijvoorbeeld 1 à 2 dagen in de week gaat thuiswerken. En dan, maar dan vergt wel een andere omgeving van je woning. Dat je daar kan ontspannen, dat je loopt, dat je niet hoeft te sporten, maar dat je loopt naar de voorzieningen om je heen en daardoor automatisch aan je 10.000 stappen komt. Ja, dus feitelijk ga je een mobiliteitssysteem ontwikkelen wat zorgt dat je je zo min mogelijk hoeft te verplaatsen. Precies. Nou, en ik vind het wel heel interessant. Er was denk ik 2 weken geleden of zo was in de Tweede Kamer een motie om bij de oplossingen voor mobiliteit ook mee te wegen. Of was het in de Tweede Kamer of een advies van de RLI geloof ik. Om ook mee te wegen hoe je in stedenbouwkundig opzicht verschillende functies situeert ten opzichte van elkaar. En dat sluit natuurlijk helemaal aan hierbij. We gaan even naar Emiel. Dankjewel, Tom. In de voorbereiding en de opzet van deze 5-delige reeks hebben we nauw contact gehad met Lex Brands, de provinciaal bouwmeester, ook van de MRA. En ook met Emiel Reiding, secretaris-directeur van de MRA sinds vorig jaar. Maar daarvoor al directeur Nationale Omgevingsvisie en daarvoor hoofdstrategie en bereikbaarheid. En Emiel zei meteen van nou prima, we gaan het over die woningbouwopgave hebben. Maar die staat niet los van 2 heel essentiële dingen. Eén daarvan is de klimaatopgave, daar hebben we het vorige keer over gehad. En de andere is de mobiliteitsopgave. En ik kan me inderdaad voorstellen, Emiel, dat, dat als je een evenwichtige verdeling en een opbouw van het woonklimaat in de MRA wil hebben, dan speelt mobiliteit daar een cruciale rol in. Misschien niet alleen om er te komen, maar ook om mensen er te houden als we zo Ton horen. Dus wij zijn heel benieuwd naar jouw 5-6 minuten reflectie op het thema mobiliteit in de relatie tot de woningbouwopgave. Ja, dankjewel Indira. Ja, je zei mobiliteit en klimaat. Ik zou er ook nog wel groen en voorziening aan toe willen voegen. Dus er zit heel graag. Dus misschien dat je nog andere thematische uitzendingen van plan bent. Nee, ik ken. Jammer genoeg was ik niet helemaal vanaf het begin aanwezig. Had gekund, maar het bestuurlijke overleg liep uit. Ik had die waarschuwing al gegeven, dus dat het zou kunnen gebeuren. Maar daardoor heb ik het verhaal van Ton niet helemaal meegekregen. Maar ik ken de plannen van Purmerend wel heel goed. En Ton ken ik ook wel vrij aardig uit het verleden. Dus ik denk dat ik wel ongeveer weet dat hij verteld heeft, maar niet helemaal precies. Maar ik ga dus ook niet per se direct op zijn verhaal reageren, maar meer in wat algemene zin. Want we zijn als MRA wel een metropool, maar we zijn natuurlijk een heel apart gebied eigenlijk. Er zijn wel mooie kaartjes, dan zie je Londen en Parijs en dan zie je de Randstad daarnaast. En in dezelfde oppervlakte, dus dat is één rechthoek, wonen bijna net zoveel mensen in Londen en in Parijs als dat er in de Randstad wonen. Alleen dat kaartje ziet er volkomen anders uit. Dus je ziet in Parijs en Londen zie je natuurlijk 1 stad met zijn ommeland. En bij ons lijkt dat gebied bijna leeg als je het op diezelfde schaal projecteert. En dat laat zien hoe we als Randstad georganiseerd zijn. En dat is ook hoe we in de MRA georganiseerd zijn. Dus dat is bij uitstek polycentrisch. Dus we hebben niet 1 centrumstad. Er zijn ook allerlei analyses. Amsterdam is natuurlijk heel belangrijk, weten we allemaal. Zeker voor de positionering van de MRA en voor de naamgeving van de MRA en om allerlei redenen. Maar ik ken ook allerlei analyses, bijvoorbeeld van de OESO. Er is bijna geen hoofdstad die zo'n kleine rol heeft in de economie en in het land als Amsterdam. Dus je ziet daar in andere steden veel meer dat allemaal naar zich toe trekken. En bij ons is dat eigenlijk van nature al meer verspreid over het land en ook binnen de MRA. Dus het polycentrische karakter van ons gebied is heel bepalend voor hoe wij dat inrichten. En als iets polycentrisch is,
dan worden de verbindingen dus ontzettend belangrijk. En die verbindingen op een kwaliteitsniveau brengen, zoals andere metropolen dat hebben, is voor ons relatief lastiger. Als je dat tenminste over OV hebt, omdat we niet die dichtheden hebben die andere metropolen hebben. Dus wij kunnen niet een heel dicht metronetwerk aanleggen zoals Parijs of Londen dat heeft. Want we hebben die dichtheden niet, dus dat zou extreem kostbaar worden. Dus we hebben andere systemen nodig om dat goed te kunnen doen. Je ziet dat voor een deel de autobereikbaarheid in ons gebied gewoon veel beter is dan in andere steden. Maar in je OV-netwerk, dat is natuurlijk ook gewoon van een hoge kwaliteit, maar dat moet je op een andere manier inrichten. Nou, daar zijn we slim over aan het nadenken. En dat doen we onder andere in wat we bereikbare steden hebben genoemd. Dus dan zijn we in de stadscentra, waar Purmerend dus één van is, maar we doen het ook in Almere of Amstelveen of Haarlem, zijn we aan het kijken van hoe kunnen we rondom stations veel betere voorzieningen en dichtheden creëren. Waardoor we ook dat polycentrische karakter eigenlijk benadrukken. Want dat gaat niet alleen maar over wonen, dat gaat nadrukkelijk ook over werken. Dus het is meer woningen realiseren op die plekken, maar ook meer arbeidsplaatsen op die plekken. Realiseren klinkt zo gek, want die leggen wij als overheden niet aan. Maar in ieder geval creëren we de randvoorwaarden waardoor ook die arbeidsplaatsen zich meer over de regio verspreiden. Dus dat is een heel belangrijk aspect in dat polycentrische netwerk wat we verder aan het bouwen zijn. En daarmee onze nabijheid. Hè? Want dat is altijd een mooie discussie en Ton kent hem ook. Het verschil tussen bereikbaarheid en nabijheid. En je kunt dus bereikbaarheid, dat wordt al gauw vervat in hoe vol is de trein en hoe lang sta ik stil op de snelweg. Als maat voor bereikbaarheid. Maar wat ontzettend helpt om je bereikbaarheid te verbeteren is om de nabijheid te verbeteren. Dus dan als je je maar kort hoeft te verplaatsen, dan is de kans dat je daar vertraging op loopt natuurlijk ook een stuk kleiner. Maar dat is het aardige van die 15 minute city. Heel leuk internationaal concept. Maar wij zijn het in feite al lang. En dat komt door een ander belangrijk aspect waarin we verschillen. En dat wilde ik eigenlijk toevoegen aan het verhaal van Ton, want dat heb ik nog net wel meegekregen. Die 15 minute city, daar is de fiets ook nog een hele belangrijke in. Dus dat hoeft niet allemaal lopend, dat mag ook met de fiets zijn. Dus dat maakt het gebied weer ietsje groter. En dat maakt ook dat wij, dat geeft ook het unieke aan van onze metropool. Hè? Dus als je 15 minuten fietsen als uitgangspunt neemt, ja, dan ben je vrijwel overal de stad uit en het groen in. Je kunt, ik denk dat er bijna geen voorziening te bedenken is. Misschien de stad Schouwburg zal je niet op iedere plek vanuit de metropool met de fiets in 15 minuten kunnen bereiken. Maar heel veel andere voorzieningen. Dus als je dan even van het concertgebouw in Amsterdam uitgaat, laat ik het zo zeggen. Hè, de stad Schouwburg van Amstelveen, die kan iedereen in Amstelveen binnen 15 minuten fietsen. Die 15 minuten maakt dat we wonen, werken en voorzieningen heel dicht bij elkaar kunnen brengen. En als we dat concept nog verder vervolmaken, dan kan dat een heleboel verplaatsingen binnen een metropool eigenlijk overbodig maken. En daarmee de bereikbaarheid uiteindelijk heel erg verbeteren. Dus het is een benadering die veel slimmer is dan alleen maar spoor aanleggen of files oplossen. We zijn eigenlijk bezig met een soort totaal concept in onze verstedelijking. Het bouwen van steden in plaats van woningen bouwen. Waarin bereikbaarheid, wonen, werken als de drie belangrijkste pijlers bij elkaar worden gebracht. Om ons metropolitane karakter te versterken. Nou, daar is Purmerend een geweldig voorbeeld van. Hè? Om toch even daarop aan te haken. Een stad die eigenlijk gewend is zich uit te breiden. En nu de draai heeft gemaakt om ook te gaan inbreiden. En dat aan het mobiliteitssysteem te koppelen. Dus dat is een hele belangrijke stap die de kwaliteit van Purmerend alleen maar verder kan uitbouwen. Dat zo even als aftrapje, Indira. Dankjewel. Even één vraag voordat we het panel gaan betrekken. Je zei al terecht dat de fijnmazigheid van de metropoolregio qua bereikbaarheid en verbindingen best goed is. Dat die 15-minute city bestaat al. Is Purmerend in dat grote geheel, was het dan een zorgenkindje? Of is bereikbaarheid daar een opgave geworden vanwege de verdichtingsslag? Ja, het is
Oh, ik sta niet op mute, hè? Nee. Nee, de vraag is of het dan een opgave is. Kijk, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Kijk, de bereikbaarheid van Purmerend is op een bepaald aspect eigenlijk helemaal niet zo slecht. Dat is een van de meest succesvolle busverbindingen van het hele land. Alleen, je maakt er niet optimaal gebruik van. Dat is wat Ton ook al schetste. Dus die koppeling van het station, dus van het treinsysteem en het bussysteem, is niet goed. En je maakt niet optimaal gebruik van die verbindingen, doordat er lage dichtheden zijn. Dus als je de dichtheden op strategische plekken kunt verhogen, ja, dan maak je veel optimaler gebruik van het bereikbaar systeem wat er al is. Dus dan is het niet zozeer een probleem wat je aan het oplossen bent, maar je maakt van de kwaliteit die je hebt eigenlijk, die geef je een extra boost. Dus het is trek aan de andere kant van het touw, maar het geeft je daarmee gewoon wel een betere positie. Dankjewel, Emiel. Ik wou graag Birgitte de Maar en Joktan Cohen en Erik-Jan Pleistier er ook even bij halen. Laten we eens even landen in Purmerend. Want we hebben nu een vrij goed beeld van de metropoolregio en het regionale netwerk wat ons uiteindelijk allemaal naar Purmerend brengt. Dus Joktan, zou jij eens willen zeggen, wat voor soort stad is Purmerend nu, maar vooral ook in de toekomst? Als je ziet wat een enorme bouwopgave daar geprojecteerd ligt. Ja, dankjewel, graag. Purmerend heeft ongeveer 600 jaar stadsrechten, is een oud stadje. En is vervolgens in de jaren 60 in de stroomversnelling gekomen als een echte groeikern. De afgelopen 60 jaar zijn we dat geweest en je ziet eigenlijk in die tijd dat er een bewustwording komt en ook een generatie woont die daar heel graag woont. Er is woningnood omdat mensen daar gaan wonen. En daar zijn we eigenlijk vanuit gaan werken in de afgelopen jaren om te kijken hoe je dat op de prettigste manier kan doen. Dus wat Emiel zegt, dat is helemaal juist. Er zijn een aantal kansen. En de vraag is hoe we dat in gaan vullen. En als je ziet dat we inderdaad in de spits hebben we één bus per minuut rijden over de busbaan. Richting Amsterdam Noord en het Centraal Station van Amsterdam. En die gaan vrijwel leeg terug. Mm. Hè? En dat komt ook omdat het karakter van Purmerend nog wel bekend is als overloopgemeente, groeikern, hoe je het maar noemen wil. En de kansen die daar dus liggen van de goede bereikbaarheid willen we benutten door betere verknoping, zoals Ton zei. Maar ook een stukje eigenwaarde. Ik moet zelf zeggen, ik kom uit Amsterdam-Zuid, dus ik kwam nooit in Purmerend, geef ik eerlijk toe. En dat hoefde ook niet, dacht ik. Maar nu ik daar eenmaal ben, denk ik, ja, ik woon in Amstelveen, maar in Purmerend heb je meer groen. Het is goedkoper en je hebt daar ook nog meer kansen. Hè, dus hoe komt dat dan? En natuurlijk ligt het boven het ei, maar dat is in de MRA al redelijk geslecht, dat we denken over Noord en over de steden daarboven. En Purmerend doet daarin mee, maar op een unieke manier, omdat er gewoon heel veel groen in de omgeving is. Hè, we waren ook een marktstad, tussen de droogmakerijen in, tussen de polders in. Je ziet dat we nu ook evenementenstad zijn. En als de werkgelegenheid beter kan maken, we hebben bijvoorbeeld nu de grootste e-sports arena van Europa. Die heeft de titel Amsterdam, die ligt daarom uiteraard dus in Purmerend. Dan zie je dat er een enorme dynamiek is. Ja, als je ziet de maakindustrie, we zijn nu bezig met houtbouw. En als wij nu partners zoeken in onze regio voor de samenwerking, dat gaat zo makkelijk dat we er zelf van schrikken. Dat we denken, oké, dus even op een knop drukken en er gaat enthousiasme, komt er. Hè? Het zijn allemaal doenerige mensen die daar graag wonen, graag werken. Dat is Purmerend. En nou, Purmerend iets van 80.000 woningen. Ik rond een beetje af. Als daar 10.000 woningen bij komen, dan gaat dat richting de 100.000. Misschien in combinatie met het historische centrum ook wel leuk om Delft of zo als soort van referentiestad te nemen. Ik weet niet of dat ook in jullie beleving zo is. Maar wie komt daar dan wonen? Beantwoord jij die vraag eens over, is het een regionale opgave of is het een voldoen aan de vraag van Purmerenaars zelf?
Ja, we zijn echt begonnen vanuit onze lokale vraag. Zo'n 5 jaar terug zijn we begonnen met onze woondebatten. En toen kwam de tweede generatie Purmerenders. De eerste generatie die zijn Amsterdam uitgegaan. Want die werden verleid door tonzen mooie beelden met de auto voor de deur. En inmiddels is de tweede generatie aan het opgroeien die dus graag blijft. En die heeft het moeilijk. Lange wachtenlijsten, te weinig sociale woningbouw. En die druk zie je. Dus daarmee zijn we begonnen. Dat zou dan gaan om, nou ja, in eerste instantie was de inschatting zo'n 4.000-5.000 woningen. Maar we merkten ook dat de woningbouw gauw opgenomen werd door mensen uit de regio. Die wel zagen dat het goed wonen was voor een redelijk lage prijs. Dat stijgt overigens snel, maar dat zagen we. Dus we hebben gezegd, nou laten we naar die 10.000 gaan. Zodat we tenminste onze eigen mensen ook een woning kunnen gunnen. Wat we nu zien in onze plan, dat was tot 2040. Hè? Dus dat hebben we ook in ons plan Purmerend 2040 vast laten leggen. Dat we tot 2040 10.000 woningen zouden groeien. De plannen die we nu hebben, die zitten met Beemster samen, hè? We zitten in een fusie, zitten op zo'n toevoeging van 12.000 woningen, maar tot 2030, 2035. Hè? Dus die markt en de kansen die er liggen, die leiden er eigenlijk toe dat het tempo nog meer omhoog gaat. En vandaar ook dit soort vragen van, ja, maar wat is dan een goede stad als je dat toevoegt? Hè? Brigitte de Maar, als bestuurder van Roosdeel, hè, van oorsprong of misschien van de hoofdmoot zit in Amsterdam, maar jullie zitten ook steeds meer in de regio, hè, in ieder geval in Haarlem, Haarlemmeer-Zaanstad. Maar ook met een kleine 2000 woningen of grote 2000 woningen in Purmerend. Hoe zie jij de ontwikkeling in de woningmarkt daar vanuit jullie perspectief? Ja, we zitten met niet voor Purmerse begrippen is Roosdeel een kleine corporatie. Er zit een corporatie met veel meer bezit. Maar Purmerend is van oudsher al een gemeente waar Roosdeel bezit heeft en waar we blij mee zijn. Het is voor ons een belangrijke kern. En het is de zoektocht, hè, dus waar Job dan het ook over had. We zijn inderdaad aan het proberen te zorgen dat mensen uit Purmerend zelf kunnen doorstromen binnen de gemeente. Dus dat geldt voor jongeren die graag een woning willen hebben. Hè, dus die bij ouders willen wegstromen, zou ik maar zeggen. Dat is ook heel natuurlijk. Maar wat we ook zien is dat in Purmerend de best een grote groep oudere bewoners is. Die we met nieuwbouw zouden kunnen verleiden om misschien een eengezinswoning te verlaten en naar een appartement door te verhuizen. Ik zag in de Q&A al zo'n vraag van, hè, zitten mensen nou op een appartement? Er stond een flat, geloof ik. Maar, ja, fijn dat jij er alvast op terugkomt. Dat wilde ik inderdaad bij jou neerleggen, ja, ja, ja. Die vraag. Ja, ja, goed. Je zou je kunnen voorstellen dat empty nesters, ik weet niet precies wanneer die leeftijd begint, die schuift natuurlijk ook met ons zelf op, maar dat op een gegeven moment mensen toch wel zouden willen verhuizen naar een appartement, omdat misschien de tuin te veel energie kost of een trap toch niet meer zo fijn is in de woning. Als we daar goede voorzieningen voor zouden kunnen maken voor oudere mensen, dan zouden die ook weer woningen vrij kunnen maken voor startende gezinnen. En ja, dus het is een lokale opgave, maar ook een regionale opgave. Ik denk met die mobiliteit waar we het net over hadden. En natuurlijk de enorme druk die de aantrekkingskracht die Amsterdam blijft houden. Hè, hoeveel we daar ook op blijven bouwen. Ik denk dat het altijd te weinig zal zijn. Kan het niet anders dan dat we mensen verleiden om iets verderop te kijken. En wat ik vond inderdaad die vraag uit het publiek ook heel, heel relevant. Want wat jij nu schetst zijn vooral starters op de woningmarkt en dan senioren. Maar daar hebben we dan dus best veel van nodig om die 10.000 appartementen mee te vullen. Of... Ja, dat hoeft niet alleen die groepen te zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat je juist voor die groepen het ook interessant is om in een hoger stedelijk gebied te wonen. Misschien ook met iets kleinere oppervlakte, maar met voorzieningen dichtbij. En zo'n OV-knooppunt is natuurlijk heel interessant voor jonge mensen. Dus niet per se studenten, maar ook mensen die net beginnen met een werkcarrière. Dankjewel. Oh, sorry, ja.
Nee, ik was gewoon ook benieuwd naar die werkgelegenheid. Het is natuurlijk heel interessant om te blijven kijken naar werkgelegenheid, ook voor mensen die niet alleen maar een hele hoge opleiding hebben. Volgens mij is dat in Purmerend ook echt van belang. Ja, en dan zit je alweer bij de maakindustrie en de lokale bedrijvigheid rondom bijvoorbeeld bouwbedrijven, houtbedrijven, waar Jok dan ook al over sprak. Ja, zeker. Ja. Mag ik al eens een kleine toevoeging doen? De 10.000 woningen, dat zijn niet alleen maar appartementen. Nee, vertel eens, wat is de verhouding? Nou, ik durf het getal niet zo uit mijn hoofd, zeg maar, we bouwen ook in Zuidas-Beemster. Het is allemaal binnen de 15 minuten, misschien zelfs lopen, zeker fietsen. We kijken ook naar de oostflank van de stad, waar we nog wat ruimte hebben. Dus we zoeken wel degelijk naar de balans. Maar inderdaad, de grote toevoeging in het centrum zal wel gestapeld zijn. Yes. Dus ik denk dat we nu op zo'n 60-40 zitten. Kan ook heel mooi wonen zijn. Ja. Absoluut. Zeker. We gaan het eens even aan Erik-Jan vragen. Want jullie zijn bezig met stedenbouwkundig plan. En ook met, of dat zijn dus natuurlijk vooral, ik stel me zo voor dat Bura vooral zit op de stenige kant. En jullie vooral op de groen en de publieke ruimte. Ook een publiek in het Q&A-veld, wat je die waarschijnlijk al gezien hebt. Van hoe bepaal je nou hoeveel publieke ruimte en welke voorzieningen nodig zijn om een goede dichtheid in zo'n gebied te bepalen? En jullie zitten nu midden in die masterplanfase. Kun jij schetsen hoe jullie te werk gaan met die globale getallen? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat is ook een hele goede vraag die we onszelf gesteld hebben, want wat bleek was dat Purmerend eigenlijk daar geen normen voor heeft. Dus dat is eigenlijk iets wat we in het proces zelf aan het uitzoeken zijn. Door bijvoorbeeld ook te kijken naar andere steden. Hoeveel groen heb je nodig? Hoeveel ecologisch groen? Hoeveel gebruiksgroen? Hoeveel sport- en spelvoorzieningen heb je in zo'n gebied als dit eigenlijk nodig? En ja, daarnaast, ja, wat ik ook wel heel interessant vond, was wat Jok dan zei, waar we nu heel erg mee bezig zijn, is eigenlijk nauwkeuriger te kijken naar het gebied zelf en niet alleen uit te gaan van een wensbeeld, hè, van wat er zou kunnen zijn, maar ook juist heel erg in te gaan op de eigenwaarde van het gebied inderdaad. En te onderzoeken van, oké, we hebben een probleem in de stationsomgeving met mobiliteit, met leefbaarheid, met groen, et cetera. Maar wat is er dan wel ook aanwezig aan kwaliteit? En wat blijkt is dat er eigenlijk vanuit structuren, en die structuren hangen allemaal ontzettend samen met een soort van langzaam verkeersmobiliteit, dat daar nog heel veel kwaliteit in aanwezig is. En voor de mensen die vanuit Purmerend hier aanwezig zijn, dan heb ik het over de Weren, dan hebben we het over de Purmerweg, de oude Purmerweg, dan hebben we het over het Spaarbekken wat dwars door het gebied loopt, de Wilhelminalaan. Met andere woorden, we zijn niet alleen programma aan het laten landen in dit gebied zelf, of het nou gebouwd programma is of groen programma, maar we kijken ook heel erg nadrukkelijk naar de kwaliteiten die er nu al te vinden zijn. En is dat ook voor jullie, wat Ton liet zien van Alkmaar, een goede referentie? Ja, dat weet ik niet. Daar ging Alkmaar net iets te snel voor. Ik denk, wat ik wel heel interessant vind, is dat we hier gewoon nadrukkelijk een goed stuk stad willen maken wat heel erg aansluit op wat Purmerend is. En dan kijken we bijvoorbeeld ook terug naar in de geschiedenis. Dus de geschiedenis als groeikern. Hoe eigenaardig wellicht ook voor sommige mensen. Want daar zit natuurlijk ook een soort, ja, ik weet niet of veel mensen daar nu al de kwaliteiten van inzien. Maar juist die geschiedenis als groeikern. Waarin overigens al gezegd werd dat de stationsomgeving een verlengstuk van het centrum van Purmerend zou worden. Dat vinden wij bijvoorbeeld een heel erg interessant vertrekpunt. Dus niet zozeer door te kijken naar een voorbeeld als Alkmaar, daar ken ik het niet goed genoeg voor. Maar juist heel erg uit te gaan van de kracht van Purmerend zelf. En je onderschrijft dus wat Ton ook al zei, het belang van die langzame verbindingen. Ja, absoluut. En ik denk vanuit mobiliteit, waarbij ook onderschreven werd van het gaat niet alleen om de voetganger, het gaat ook absoluut om de fietser. En wat ik daarin zelf gewoon vanuit mijn eigen professie ontzettend interessant is van wat is de nieuwe rol van de straat en van die langzaam verkeren? Want die straten zijn niet alleen bedoeld om verkeer af te wikkelen, of het nou voet, fiets of auto of openbaar vervoer is. Dat is een performatieve ruimte die eigenlijk veel meer doelen dient op het gebied van ecologie, water, fijnstof, geluid, etc. Dus
Ja, zo'n ontwikkeling als dit in Purmerend biedt ons ook de kans om eigenlijk de rol van de straat en de publieke ruimte opnieuw te definiëren. Yes. Ik zit ondertussen even bij de vragen weer te kijken. Laten we even een hele praktische nemen. Een vraag is dat verplaatsen van dat station. Hebben jullie daar als gemeente al een standpunt over bepaald? Is dat nodig en zo ja, waarom? Nou, kijk, de kern is wat Ton zei, dat we modaliteiten moeten gaan verknopen. Dus het gaat erom dat we dat goed doen. Het stationnetje wat er nu ligt, dat is een soort Wild Westen, zeg maar, betonnen platformtje langs het spoor. Er staat geen stationsgebouw, niks, zeg maar. En de bussen stopt daar nauwelijks. Dus wat ons betreft, als we die perrons verlengen en een trapje maken richting die bekende Waterlandlaan, en je kan je fiets daar kwijt en de bus die stopt daar in de buurt, dan zijn we al een heel eind. Het is echt geen hele ingewikkelde opgave in die zin. Het is wat ingewikkeld omdat we bij NS natuurlijk, omdat we Purmerend nog steeds zijn oude stijl in het hoofd van sommige mensen, staan we wat onderaan op de lijst als we al überhaupt op de lijst staan. Maar wat ons betreft zeggen we, luister, we kunnen hier veel meer mee. Dus als we die bus naar dat station brengen, dan krijg je meer klanten door, je krijgt meer mensen door, je krijgt meer tegenspitsen door. Dus zeg maar, de hele technische operatie is minder ingewikkeld, naar mijn beleving, dan naar in de mindset van de mensen brengen van, hé jongens, kijk eens wat anders naar zo'n knoop. En wat Erik Jan zegt, het gaat om het ontmoeten. Wij willen graag dat onze mensen een keuze hebben. Hè? Heel veel van onze inwoners werken in Amsterdam. Dat zijn de leraren, politieagenten, de zorgmedewerkers. En die willen gewoon naar hun werk komen. Amsterdam die zegt, we gaan stoppen met de auto. Dus hoe gaan we dat dan regelen? Hè? Ik bedoel, het is gewoon een simpele opgave, lijkt het. Maar dan denk je, oh, dan moeten we dus wel die mindshift hebben. Dus die verknoping, dat is cruciaal. En of dat station dan, ja nogmaals, weet je, het gaat om een perron verlengen en een trapje in de eerste instantie. En een stationsgebouwtje komt er wel naast als dat interessant is. Maar het gaat om die verknoping. En het gaat om onze mensen keuzes geven. 's Ochtends als het regent, ga je wel met het OV. Als de zon schijnt, pak je de elektrische fiets, ben je ook overal in nood. En dat zeg ik dan ook altijd zo gaandeweg het gesprek. Jullie spreken elkaar waarschijnlijk ook niet elke dag. En we zitten nu met z'n allen in de Zoom. Als jullie een dringende vraag hebben aan iemand anders in het panel, neem die ruimte. Ik kan me voorstellen dat het heel interessant is voor Erik Jan om iets te weten over waar Rochelle voor het behoefte aan heeft. Of misschien heeft Brigitte wel een vraag voor Emiel. Gebruik die ruimte nog even. We hebben nog een... dikke 5 minuten, denk ik, om dit gesprek af te ronden. En als niemand zijn vinger opsteekt, dat kan nog gebeuren. Ik sta niet op YouTube. Ja, nee, ik zag nog wel een aanvullende vraag op mijn antwoord over wat er allemaal in die openbare ruimte komt kijken dan. Toen dacht ik van, ja, dat klopt inderdaad. Daar komt nog veel meer bij kijken dan alleen groen per woning. En met name ook parkeren. En dat is nog wel een hele interessante uitdaging in zo'n gebied, die ook natuurlijk heel erg linkt aan mobiliteit. Als je nu in de stationsomgeving gaat kijken, dan is denk ik, het is eventjes voor de vuist weg, maar 80% is parkeren in de openbare ruimte. En dat veroorzaakt eigenlijk ook dat er geen boom staat en dat de plaatjes van Ton, zeg maar, daar heel erg illustratief bij waren. Dus een van de opgaven is het gaat niet alleen om het verbinden en het gaat niet alleen om het verknopen. Het gaat ook heel erg om hoe gaan we in de toekomst om met parkeren in de openbare ruimte met al die nieuwe woningen. Ik vind dat een hele interessante uitdaging. Je kan er natuurlijk bij denken aan van oké, we gaan parkeren, gaan we inpandig doen of in parkeergarages of wellicht in... met andere normen werken. Hè? Wat zijn dan de normen voor de toekomst van zo'n wijk? Gaan we autobezit hier wellicht minder aantrekkelijk maken of juist op een andere manier alternatieven bieden voor dat autobezit? Want we zitten tenslotte ook in een stationsomgeving.
Ja, of gaan we bijvoorbeeld geparkeerde voorzieningen maken boven Maaiveld. Nou, met andere woorden, ja, het is geen oplossing, maar het is wel echt, daarin zit een hele belangrijke sleutel in die stationsomgeving van Purmerend. Je stelt een hoop vragen, Erik-Jan, maar ik denk dat we in het panel ook best wat mensen hebben die daar iets over kunnen zeggen. Ik zie Birgit al, de woningcorporatie is beheer natuurlijk überhaupt een belangrijke vraag. Als de openbare ruimte zo'n grote rol speelt in het ontwerp, dan wil je entrees, je vuilnis, alles goed geregeld hebben. Wil jij eens reageren op die specifieke vraag, Birgit? Nou, ik had gewoon unmute omdat ik een andere vraag had, maar dat geeft niet. Ik ga toch proberen te... Want als ik eenmaal word uitgenodigd om vragen te stellen, dan... nou ja, kijk, parkeren is natuurlijk echt wel een enorme puzzel. Met een goed openbaar vervoernet heb je ook minder parkeren nodig. En volgens mij, als we hier echt een beweging willen maken, zullen we ook iets moeten doen met die auto's en het ontmoedigen van de auto's. En gebouwde parkeervoorzieningen bij een sociale huurwoning is bijkans onmogelijk. Omdat je die dan ook in de huur moet versleutelen. En voor sociale huurders, je kan ze dus niet verplichten om een parkeerplaats te huren. En het mogen duidelijk zijn dat dat mensen zijn met echt een hele smalle beurs. Dus zeggen dat ze daar 50 of 30 euro per maand voor moeten betalen. Dat gaat helemaal niet. Dus dat zien we ook. Dus dat is elke keer een enorme puzzel. En dat kan je alleen maar voorkomen door te zorgen dat je dus op een andere manier naar die voorzieningen komt. Hè? Dus in die 15 minuten op de fiets of met de trein of de bus. Nou, dat is natuurlijk prima. Heb je de auto niet voor nodig. En heel veel mensen in de sociale huur kunnen dat ook niet betalen, een auto. En zeker niet als je moet parkeren in een gebouwde, in een parkeerplaats. Ik wil even iets aan toevoegen. Ik denk dat het vooral een transitieprobleem is. Dus in de politiek, daar is het heel ideologisch geladen. Tussen aan de ene kant, ik zeg het maar hardop, de VVD, die alles al heel snel autootje pesten vindt. En aan de andere kant partijen als GroenLinks bijvoorbeeld, die juist heel erg voor die transformatie zijn. Maar als je er praktisch mee omgaat, dan heb je bijvoorbeeld, als je zegt van Birgitte, die zegt van die ouderen, die willen we misschien verleiden om naar die appartementen te gaan. Ik heb zelf een schoonmoeder van 77, die gebruikt haar auto eens in de 2 maanden. Omdat ze gewoon het ook eng begint te vinden om met die auto te gaan. Dus als je de bestaande bewoners, als je die op de een of andere manier kan faciliteren met de parkeernormen waar ze aan gewend zijn of waar ze behoefte aan hebben, en de mensen die nieuw in het gebied komen op een andere manier behandeld, met andere parkeernormen. Ik weet niet of dat te regelen is, maar dat moet toch mogelijk zijn om op zo'n soort manier maatwerk te maken op het gebied van parkeernormen. Dan heb je deze wijk, die is ook niet zomaar van de ene dag op de andere gemaakt. Dus er zal ook een behoorlijke, in de fasering, zijn er ook plekken die voorlopig, waar gewoon nog prima op Maaiveld geparkeerd kan worden. Maar op een gegeven moment, als een gebied klaar is, ja, dan heb je daar wel een ander soort gebied. Dus wat mijn ervaring is van met name Alkmaar, maar ook Den Bosch en Maastricht enzovoort, is dat, dat de discussie echt heel lastig is tot het moment dat je hem achter de rug hebt. En dat is een beetje Johan Cruijff. Dat gaat voor veel discussies is, over. Ja, nee, maar mag ik een vraag echt in de gaten stellen? Hebben waar het over gaat, dan is het gewoon wel oké. Want er werd eerder al gesteld, hè, dus Purmerend is een groeikern en die gaat nu een groeistuik misschien in, weet ik niet. We hebben natuurlijk in Nederland veel meer van die groeikernen die iets verder zijn gegaan. Hè. Dus ik vind referentiebeelden als, weet ik het, Den Haag, Hollandspoor of Utrecht best mooi, maar misschien ook niet helemaal passend bij Purmerend. Maar we hebben natuurlijk wel gemeenten zoals, weet ik het, Zoetermeer, Nieuwegein, die allemaal die ontwikkeling misschien net iets eerder hebben doorgemaakt. En ik ben wel heel benieuwd. Of de gemeente of Ton, jullie daar ook naar dat soort gemeenten kijken. En ook die lessen die we daar hebben geleerd van wat werkt nou feitelijk niet in Purmerend kunnen gebruiken. Dus ik was gewoon benieuwd of jullie ook naar dat soort gemeentes kijken. Want ook die hebben natuurlijk iets met parkeren, doorstroom, knooppunten gehad. Ja, wij kijken naar heel veel gebieden.
En wat mij elke keer opvalt, is dat het idee van identiteit, dit werkt niet bij ons zo, onze burgers zijn niet zo, dat een heel verstokt idee is. Uh-huh. En dat wat we nu zien, is dat in heel Nederland geleidelijk meer animo komt voor knooppunt ontwikkeling. Nou, de ene gemeente gaat er wat verder in dan de ander, maar het is wel echt, we zijn wel de bocht om. Om het zo maar te zeggen. Job, dan voel jij je verwant met Zoetermeer Nieuwegein? Zie jij daar lessen die van Purmerend interessant zijn? Dat moet haast wel, dus ik verwacht wel een positief antwoord. Nou, dan heb ik weinig keus. Volmondig, ja. Nou, kijk, wat denk ik belangrijk is dat we voor die middellange termijn of de langere termijn, dat we het vertrouwen creëren dat het OV ook zo goed is. Wat wij dus nu terugkrijgen, ook van ontwikkelaars, is dat ons bussysteem fantastisch is. Het brengt je thuis en het haalt je weer op. En het is iedere 5 minuten helemaal top. Het is beter dan enige treinverbinding. En ontwikkelaars kijken toch naar het station, want daar zit zoveel geld in. Daar zitten honderden miljoenen in, of een miljard in zo'n spoor, zeg maar. En daaruit halen ze dus zekerheid. Dus we merken dat we bij deze transitie die we doormaken zelf, hè, en inderdaad onze inwoners, onze raadsleden, iedereen die ermee bezig is, dat wij dus wel zekerheid moeten bieden voor de middellange termijn. En daarom kijk ik ook naar Emiel, en als ik ook mijn vraag zou stellen aan hem, is van hoe kunnen we zorgen dat we in de MRA dus dat OV-systeem zo krijgen, dat we echt uitstaan van ja, dit is een keuze die we nu maken. Het gaat nog langer duren, maar het is wel een weg die we inslaan, die we ook gaan vasthouden. Want als we dat doen, dan kunnen we inderdaad, hè, anders dan kan je als raad nauwelijks ja zeggen tegen plannen met weinig parkeerplaatsen. Hè, dus hoe zouden we dat samen kunnen doen, dat we echt een helder concept neerleggen? Ja, ik had mijn hand al opgestoken, Indira, maar dat was eigenlijk voor iets anders, maar dat sluit hier wel op aan. Want het is een soort cultuurverandering. Het is echt een mindshift die we hebben gemaakt. Het is echt niet heel lang geleden dat wij totale auto-oriëntatie hadden. Hè? Dus dat groeikernenbeleid. Ik heb zelf ook eens een groeikern gewoond in het Gooi, in Huizen. Of, weet je, dat was allemaal op de auto gericht. Er was nauwelijks een OV-verbinding. Je kon met de bus, je ging dan die hele Bloemkoolwijk door. Dan deden we, wonen wij dan gelukkig niet, maar wij wonen daar in het oude vissersdorp. Maar dan, de bus die begon in die Bloemkoolwijk helemaal aan de buitenkant. Nou ja, voordat je bij het station naar de bussen was, was je ten eerste misselijk. En ten tweede had je al 6 treinen per uur gemist, zeg maar. Dus die auto-oriëntatie zit er heel sterk in. En we zijn dat nu aan het verschuiven. Dus je ziet, en we gaan niet van de auto af. Hè, we zijn niet meer van het idee van we trekken de Wiebootstraat vervolgens door heel Amsterdam. Dat was ook ooit een plan, hè? Maar welke zekerheid kun jij Joktan nu bieden? Want die vraagt toch duidelijk om een lange termijn garantie. Ja, maar dit is de grote beweging die er is. En wij zijn bezig in de MRA met wat we onze verstedelijkingsstrategie noemen. En daar zitten die bereikbare steden in. En dat is dus een oriëntatie gericht op OV en verdichting. Als onderdeel van de strategie. En ook de grote locaties die we willen ontwikkelen. En daar wordt als eerste naar de OV-ontsluiting gekeken. Waar we misschien in het verleden als eerste naar de auto-ontsluiting keken. Dus ik denk dat we daar in de goede trend zitten. En dat is ook de lijn die we als MRA nu uitbouwen. Dus, en je ziet ook, en dat is ook de agenda die wij in Den Haag neerleggen. Het gaat niet meer over het verbeteren van de bereikbaarheid. We zijn eigenlijk bezig met het bouwen van steden. Er moeten heel veel woningen bij. En daarvoor hebben we een bereikbaar systeem nodig. Dus dat is eigenlijk gedraaid. Het ministerie waar ik zelf gewerkt heb, waar Ton ook nog veel voor geadviseerd heeft, dat ministerie wat nu INW heet. Ik ben er begonnen toen het Verkeer en Waterstaat heette. Dat was volkomen gewend alleen maar te kijken naar het bereikbaarheidssysteem. En nu moeten ze eigenlijk kijken naar, ja, we zijn steden aan het maken en die steden moeten bereikbaar zijn. Dat is een totale omkering. Nou, die trend is niet meer te keren. En dat is de zekerheid die ook dan, denk ik, Je had zelf ook nog een vraag, Emiel. Ik kijk ook even naar de tijd, want we moeten een beetje gaan afronden. Nee, dat was een opmerking over die cultuurverandering. Dus die heb ik hier verweven. Die heb je bij deze geparkeerd. Ja.
Heel goed, heel goed. Joksan, ben jij dan tevreden met het antwoord van Emiel? Want in die hele woningbouwopgave is natuurlijk samenwerking en vertrouwen wel vrij cruciaal. Dat hebben we in meerdere gemeenten gezien. Ja, dat is zeker hoor. Het schept vertrouwen dat we er samen naar kijken en de draai maken. En die borging voor de langere termijn, dat is echt iets waar we naar kijken ook samen. En ja, dat we die stap maken. Ja. Ik kijk even heel snel nog naar Erik-Jan en dan naar Emiel als we voor een hele korte reflectie op een hele reeks. Maar Joktan en Erik-Jan, jullie zijn natuurlijk degene die nu aan de knoppen gaan draaien. Joktan kan wat doen aan de parkeerplaatsen en aan hoe we dat gaan koppelen aan de woningbouwopgave en de mensen die daar wonen. Emiel kan wat doen aan het regionale beleid, maar jij kan wat doen aan die plek zelf. Wat neem jij mee uit dit gesprek? Wat denk je van, oh ja, hier ga ik nog eens even extra goed naar kijken als ik dan toch bezig ben met die publieke ruimte en die ontsluiting van dingen? Even denken. Nou ja, wat ik meeneem uit dit gesprek is sowieso nog eens een keer goed kijken naar de visie van Ton. Hè, die hebben we ook liggen, dus daar nog eens een keer goed op reflecteren. Met name ook, en je zou het bijna vergeten, maar de beelden die Ton ook presenteert in zijn visie, daar hebben we niet veel aandacht aan besteed. Maar die beelden die zijn natuurlijk niet zomaar tot stand gekomen. En het is ook goed voor onze eigen, zeg maar, continuïteit om daar opnieuw naar te kijken. En verder vind ik... met name ook, zeg maar, ja, het is ook een soort van... Ik denk van ja, verdorie, dat parkeren, dat moeten we echt, daar moeten we echt iets mee gaan doen in het gebied. En ook eventjes voor mezelf een soort van, hoe zeg je dat? Herkenning, dat een belangrijk aspect is. Ja. Dankjewel. Ik wou jullie allemaal enorm bedanken. Emiel, mag ik jou nog vragen? We hebben nu 5 edities gehad over de regionale woningbouwopgave. We hebben het gehad over verdichting, transformatie, bereikbaarheid, vergroening, klimaat. Nog zowat van die thema's. Nieuwe doelgroepen, bestaande doelgroepen, verdringing, al dat soort zaken. Hebben we nu die regionale woningbouwopgave een beetje in kaart? Of zeg je nou, begin maar een nieuwe reeks en dan moet het gaan over... En dan komen er een paar... Nee, je hoeft geen nieuwe reeks te beginnen, maar we zijn niet klaar. We hebben een keer een gesprek gehad, wij met elkaar, over dat we eigenlijk een nieuwe kaart voor de MRA aan het bouwen zijn. Die zijn we aan het maken, die zijn we aan het vullen. En daar moet nog ontzettend veel voor gebeuren. Dus we hebben heel veel van de randvoorwaarden nog helemaal niet ingevuld. Ik noemde al even groen, de gebieden voor klimaat aanwijzen. We missen her en der nog wel wat euro's als het gaat om het verbeteren van het mobiliteitssysteem. We hebben die 250.000 woningen nog niet staan. Kortom, we zijn nog lang niet klaar. Dus dit gesprek is ook niet klaar. Maar we weten wel steeds beter, en dat hoort ook wel bij die mindshift, dat wij niet monomane wijken meer aan het bouwen zijn. Dat we niet alleen maar Finex, daar zaten heel veel positieve dingen in hoor. Maar was toch te monofunctioneel. En we zijn nu daarin veel integraler... Het is een lelijk woord, maar ik gebruik het toch maar eventjes. We zijn veel integraler aan het werken. En dat is wel het positieve wat ik op zoveel plekken nu tegenkom. En dat daar zijn stedenbouwers en architecten en wij ook als beleidsmakers zijn er allemaal van doordrongen en nu mee bezig. Dus we zitten wel op een ander spoor letterlijk dan een jaar of 10 geleden. Dankjewel Emiel, dankjewel ook Erik-Jan, Joktan, Brigitte en Ton. Het gesprek is duidelijk niet klaar, we zijn ergens begonnen en we gaan ermee door. Het heeft duidelijk ook de belangstelling van een breed publiek met een gemiddeld aantal kijkers van zo'n 150 toch per keer. Dus dat geeft ook te denken, want daar is ook veel verbinding en betrokkenheid bij de vraagstukken die hier liggen in de regio. Enorm bedankt dus. Ook iedereen die keek en heeft meegediscussieerd, vragen heeft gesteld. We zijn natuurlijk volgend jaar weer terug met een nieuwe reeks winterlezingen. Maar ik hoop jullie allemaal echt veel eerder en dan ook weer live te zien om andere actuele vraagstukken in de Amsterdamse regio. Dank jullie wel allemaal. Bedankt. Tot ziens. Dag, fijne avond.